nog twee vragen. Ik heb nog steeds een stukje tekst niet. Klopt, ja. Voorzitter, dank. Ook mijn felicitaties aan mevrouw Kaag. Het is knap als er een regeerakkoord ligt, ongeacht wat we ervan vinden en hoe we er inhoudelijk naar kijken. Maar de waardering voordat u er uiteindelijk met elkaar uit bent gekomen. Ik heb ook nog een vraag over het punt wat op pagina 42 van het akkoord staat. En ik heb het de eerste keer, las ik er bijna zelf overheen, de ongewenste verklaringen. Maar als we dan goed gaan lezen en het ook leggen naast de voorstel die er uit 2013 lagen, dan lees ik toch echt dat de strafbaarstelling illegaliteit weer terug is. Met veel mits en maren, maar die strafbaarstelling is weer terug. En ik wil eigenlijk vragen, wat is er veranderd ten opzichte van 2013? Toen was het namelijk Alexander Pechtold die hier in de Tweede Kamer de oppositie aanvoerde tegen deze maatregel. Die zei op het congres van D66, ik heb principiële bezwaren hiertegen. En het is een fundamentele aantasting van de rechtsstaat. En als ik goed lees wat hier staat, met wat er eerder hier naar voren is gebracht, is het slimmer opgeschreven. Ik las er bijna overheen, volgens mij heel veel mensen. Maar het staat er toch echt. Illegaliteit wordt strafbaar. Mevrouw Kaag. Nee, daar verschillen wij dus van mening. Ik waardeer sowieso de inzet altijd van GroenLinks als het gaat om asiel, humane opvang. Ik weet ook dat bij de eerste gesprekken van de informateur de heer Klaver met name de voorkeur gaf aan Europese benadering. We hebben natuurlijk ook gekeken naar de kabinetsinzet op Europees niveau, gemeenschappelijk asielbeleid. Maar wat ons betreft is dit niet strafbaarstelling van illegaliteit. Het is een laatste stap in een heel zorgvuldig proces. Het is het sluitstuk. En het is anders dan een generieke maatregel wat strafbaarstelling is. Heer Klaver, tot slot. Ja, voorzitter, het kan wel het sluitstuk ergens van zijn, maar het sluitstuk is dat illegaliteit strafbaar wordt. En als mij is altijd geleerd, als iets eruit ziet als een eend, en het kwaakt als het eend, en het loopt als een eend, dan is het een eend. En het kan misschien wel het sluitstuk zijn, en niet het allereerste wat we gaan doen, maar uiteindelijk wordt met dit regeerakkoord illegaliteit in Nederland strafbaar. En dat vind ik jammer. Juist, en dat zeg ik, mijn grootste waardering voor mevrouw Kaag, en dat weet zij, is de waarde die zij hecht aan moreel leiderschap. En dat we ervoor zorgen dat we mensen niet ontmenselijken. En dat gebeurt veel te veel in deze zaal, hier buiten. En het strafbaar stellen van mensen, omdat ze hier niet weg kunnen of omdat ze niet mee weg, dat vind ik daaraan bijdragen. En dat vind ik niet passen bij zoals ik mevrouw Kaag ken. En ik hoop ook dat we hierop kunnen samenwerken om ervoor te zorgen dat dit punt uit het regeerakkoord niet doorgaat. Mevrouw Kaag. Nou, dit is een afspraak uit een zorgvuldig afgelopen proces tussen vier partijen. U ziet, en ik hoor helaas niemand over de belangrijke elementen arbeidsmigratie in het migratiehoofdstuk. Ik hoor helaas ook niets over de verbetering van de opvang, de investering die we doen in Nederland, Europees niveau samenwerken, het UNHCR-kwotum in 20 jaar niet gelukt. Ja, en nogmaals, het is een middel wat ingezet kan worden in een sluitstuk. En het gaat niet over mensen die niet terug kunnen. Het gaat over mensen, met name overlastgevenden, waar de meeste omwonenden, mochten ze in een opvangcentrum zijn of anderszins, enorme last van ondervinden. Mensen die in de criminaliteit zijn gegaan. Mensen die terug kunnen, maar nog steeds actief tegenwerken aan georganiseerd vertrek. Dus we hebben het over een hele bijzondere groep en het is een op de persoonsgerichte maatregel. Het is anders, ook juridisch, naar mijn begrip, maar ik ben geen jurist, dan strafbaarstelling illegaliteit. Dank u wel. De heer Dassen, Volt. Ja, dank voorzitter. Toch nog heel kort even doorgaan op strafbaarstelling van illegaliteit. Want volgens mij hoorde ik nu heel veel mooie woorden van mevrouw Kaag inderdaad van wat er nog meer gedaan is.